We staan hier bij de Jannezandse brug in Hank. We praten met Louis de Bot. Ja, zoals je dus kunt zien, ik vind het in principe een kunstwerk. Alleen het mag niet en het hoort hier niet ook. Nou is er een bijkomstigheid natuurlijk dat deze brug en deze pijler totaal wordt afgebroken. Dus ja, over 2 maanden is er niks meer van te zien. De gemeente gaat hem proberen om hem op te knappen. Maar ja, zoals je dus zelf kunt constateren, is het opknappen volgens mij een illusie, want dat gaat gewoon niet. Deze brug is te ver in verval geraakt om nog enigszins toonbaar te maken. Wat de bedoeling is dat alles weggaat, ook de pijlers. Daarna volgt er een explosief onderzoek, want in de oorlog zijn hier nogal wat explosieven gevallen bij deze brug. Hij is ook verwoest in januari 1945. Ook de schepen die hier in de Oostzee lagen, een stuk of 9 zijn gebombardeerd. Ja, dus de kans op explosieven bestaat, dus ja, dan wil je niet met een heipaaltje naar beneden gaan. Het is natuurlijk de aller geen gezicht als je daar op die brug van de Noordwaard, die daar ligt, die Jannezandse brug bovenop gaat zetten. Hij werkt niet meer, hij doet niks meer. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je de Eiffeltoren gaat renoveren en die op een ponton gaat zetten later. Het slaat dus gewoon helemaal nergens op. Wat vindt de archiefkring Hank van deze renovatie? Ja, we hebben er flink wat onze bedenkingen bij. Ten eerste is het heel veel geld, ook al is het veel te weinig. 10 jaar geleden hebben we samen met de ambtenaren van Werkendam alles een rapport opgemaakt. En toen kwamen we dus 10 jaar geleden al op een bedrag van 435.000 euro. Nu zijn we 10 jaar later, hij is dus totaal in verval. En nu willen ze eigenlijk hetzelfde gaan doen voor 209.000 euro. Ja. Wat zeggen wij als archiefkring? Vergeet die brug. Ja, want hier is echt niks meer aan te doen. Jammer. He, want het is een historische brug, maar steek dat geld dan gelijk in die vierbandse sluis. Die vierbandse sluis die is ook aardig in het verval, zeg maar ook heel goed in het verval, maar die is nog te redden. En dit geld, samen met wat er al voor de vierbandse sluis is uitgetrokken, zou misschien precies genoeg zijn om in elk geval 1 monument van Hank te redden. Als fietsroute heeft het ook totaal geen zin. Hij was oorspronkelijk 10 jaar geleden opgenomen als fietsroute langs de Bleek, dus zeg maar hier. Hier oversteken bij deze brug, bij de gerenoveerde brug dan. En dan rechtsaf en dan langs de Bleek, langs de Oostschil tot de Nieuwe Dijk en daar weer oversteken. Ja, dan had je een fietsroute gehad, maar dat is gecanceld. Dat kostte te veel.